Fabian, de kersverse winnaar van Junior Eurosong. Wat was je eerste gedachte toen je won? Ik weet niet. Ik was heel blij natuurlijk. Maar ja, een beetje een dubbel gevoel. Ik was heel blij, maar ik vond het ook spijtig voor de andere kandidaten. Had je zelf verwacht dat je zou winnen? Want deze morgen wist je nog niet eens dat je mocht optreden in de finale. Ik had eigenlijk niet verwacht, helemaal niet. Wie was dan jouw favoriet om te winnen? Dat weet ik. Ik vond eigenlijk iedereen super. Ik vond iedereen keigoed, dus ik weet niet. Deze finale werd heel vroeg uitgezonden. Je bent dan ook heel vroeg moeten opstaan. Was het niet moeilijk om zo vroeg op te treden? Om op te staan was wel zo vroeg, maar toen ik hier was ik zo precies zo actief. Maar ik weet niet dat dat kan, maar ik was precies helemaal niet meer moe. Dus ik dacht precies dat het al middag was. En wie is er allemaal voor jou komen supporteren? Je ouders, maar misschien ook nog vrienden van je school of zo? Ja, familie, vooral vrienden en ook mijn bandje. Vooral familie en ja, mijn bandje. En hebben ze jou misschien een geluksbrenger gegeven? Nee, dat heb ik niet. Was je zelf vandaag eigenlijk tevreden met je act, want je bedankte je band? Ja, tuurlijk. Ja, het is gewoon super leuk om te doen, dus. En denk je dat die band dan ook mee mag naar Amsterdam? Ik denk het wel. Ik denk wel dat die band mee mag naar Amsterdam. Nu, Amsterdam is niet zo ver. Misschien kan je alles gaan kijken in Amsterdam, hoe alles er daar uitziet. Ja, ik weet niet. Ik ben nog nooit geweest, dus ik weet ook niet wat ik moet verwachten. En heb je al iets gezien van de concurrentie? Er zijn al een paar liedjes gekozen. Nee, daar heb ik nog niks van gezien. Oké, dan moet je misschien vanavond eens kijken naar Nederland, want daar wordt vanavond het liedje gekozen. Dankjewel, Fabian.